In het tweede blok gaan we het hebben over de totale correctheid, de interpretatie van correctheidsspecificaties. De correctheidsspecificaties zijn nog steeds hetzelfde. Een pre-conditie, een postconditie en een statement. Die pre- en postconditie, zoals in partiële correctheid, specificeren dus het input-output gedrag. Als je een programma start in een begintoestand waarin P geldt, dan moet gegarandeerd na afloop Q gelden. Maar nou komt er nog bovenop in de totale correctheidsinterpretatie dat het programma ook moet termineren. Het is dus niet als hij termineert, dan moet die postconditie gelden. Nee, hij moet ook termineren vanuit de willekeurige begintoestand waarin de preconditie geldt. Hier zijn enkele voorbeelden. Dus nogmaals, je ziet wederom weer een pre- en postconditie specificatie, maar nu met een andere interpretatie. We zijn dus blijkbaar niet geïnteresseerd in wat na afloop geldt van deze simpele while statement. Zolang x ongelijk aan 0 is, verlagen we x. Nou, wanneer termineert dat ding? Nou, dat termineert als x groter of gelijk aan 0 is. En dat is in dit geval noodzakelijk en voldoende, want als x kleiner dan 0 is, dan termineert hij niet. Maar merk op, dus dat deze correctheidsspecificatie, die wel waar was in partiële correctheidszin, en want dat zeiden we, voor elke berekening waarin true geldt, in begintoestand waarin true geldt, moet na afloop true gelden, als hij al termineert. Nou ja, dat is in partiële correctheidszin, is dit eigenlijk altijd de waar. Dit is altijd een ware correctheidsspecificatie. Maar nu, als we dit in totale correctheids interpreteren, dan eisen we dus additioneel dat deze statement moet termineren vanuit willekeurige begintoestand. Nou, dat is dus niet zo, want als iets kleiner dan 0 is, dan termineert hij niet. Dus dit is een correctheidsspecificatie, preconditie true, postconditie true, die waar is in partiële correctheidszin voor willekeurige statement, maar evident niet voor alle statements als je het interpreteert in totale correctheidszin. Dit is dus een concreet voorbeeld. Een ander voorbeeld. Hier kun je dus je afvragen, gegeven een postconditie, wat is een preconditie die inderdaad garandeert dat dit programmaatje termineert? Wederom ben je niet geïnteresseerd in de postconditie, maar dat dit programmaatje, dat op zoek gaat naar een nulpunt. Je hebt een array A, eendimensionaal, van integer naar integer. En x is een integer variabele, heeft een willekeurige initiële waarde. En vanaf die initiële waarde ga je dus naar rechts kijken, op zoek gaan naar een nulpunt. Zo, wat zou hier nou een preconditie zijn? Nou, een mogelijk antwoord, en waarschijnlijk ook wel noodzakelijk en voldoende, is dat er inderdaad een nulpunt is rechts van de initiële waarde van x. En dat kunnen we uitdrukken op deze manier. Er is een n, een waarde, die rechts van x ligt. Dus n is groter of gelijk aan x. En an is gelijk aan 0. Nou, dan kun je intuïtief al eenvoudig inzien dat een toestand die dit waar maakt, daarin termineert het programmaatje. En het is ook makkelijk in te zien dat als dit niet waar is in een begintoestand, dat er is geen nulpunt rechts van x, ja, dan zal dit programmaatje niet termineren. Dus dit is, deze preconditie is een, wederom als deze, een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor terminatie. Nou, hier hebben we wat oefeningen. Dat kun je tijdens het werkcollege doen. Deze correctheidsspecificaties hebben we ook bekeken in de partiële correctheid interpretatie. Maar nu is dus de vraag hoe dat uitpakt als we ook additioneel eisen dat S termineert. Nou, laten we gewoon nog even, om erin te komen, die eerste behandelen. Wat zei die ook nog weer voor partiële correctheid?
Nou, partiële correctheid wil zeggen dat elke terminerende berekening van S vanuit de begintoestand waarin true geldt, dus willekeurig begintoestand, moet na afloop false gelden. Voor elke terminerende berekening. Nou, er is natuurlijk geen terminerende berekening met de eindtoestand waarin false geldt, want false geldt nooit. Met andere woorden, er kan geen terminerende berekening zijn. Dus in partiële correctheid zijn deze statement die voldoet hieraan, alleen dan en slechts dan dat ding niet termineert. Maar nu gaan we dit dus interpreteren als totale correctheid. Dus we eisen dat dat ding moet termineren, die statement S. Vanuit willekeurig begintoestand moet die termineren en vervolgens moet die dan termineren in de toestand waarin false geldt. Dat zijn twee tegengestelde eisen en er is dus geen enkel statement die hieraan voldoet. Dit kan niet waargemaakt worden. Deze correctheidsspecificatie die eist dat je programma altijd termineert. Deze correctheidsspecificatie, wat zegt die? Voor willekeurig begintoestand waarin false geldt, moet dat ding termineren. Nou ja, dat is automatisch waar, omdat er geen begintoestand is waarin false waar is. Dus dan is het fasciously, zoals dat in Engels heet, bij gebrek aan een goed Nederlands woord, maar dan is het sowieso waar, omdat er niks... Er is geen tegenvoorbeeld hiervan. Nu komen we tot de introductie van het bewijssysteem. Want we hebben nu een additionele bewijsverplichting, dat van terminatie. Dus we moeten kijken van wat dat betekent voor onze bewijsregels. Nou, dan ga je niet direct al je bewijsregels overboord gooien en helemaal from scratch beginnen. Nee, je gaat kijken naar al die bewijsregels die we tot nu toe hebben en kijken of die ook nog stand houden in de totale correctheidsinterpretatie. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de assignment axioma, ja, die praat, die geeft alleen maar een pre-postconditiespecificatie voor een statement dat sowieso termineert. Dus het assignment axioma is ook geldig in deze totale correctheidsinterpretatie. Nou, zo kun je ook overtuigen dat de regel voor sequentiële compositie is ook nog steeds geldig onder deze interpretatie. Dan moet je voor jezelf nog even nagaan. Ga even terug naar die regel en ga inderdaad na van als aan die promisse voldaan is. Je hebt twee promissen voor het eerste gedeelte van de sequentiële compositie en voor de andere. En als je nou die premissen interpreteert in totale correctheid, dat dan ook inderdaad automatisch betekent dat de conclusie waar is in totale correctheid. Nou, dat is eenvoudig informeel ook in te zien. Nou, hetzelfde geldt voor de regel van de if then else. Dan moet je, als je pre-postconditie specificatie hebt van de if then else, dan moet je bewijzen voor de then tak en je moet hem bewijzen voor de else tak. Maar je past natuurlijk de preconditie aan, namelijk of de boolean conditie waar is of niet. Nou, ook daar kun je eenvoudig je van overtuigen dat als de premissen nu ook waar zijn in de totale correctheidszin, dat dan ook de conclusie waar is in de totale correctheidszin. Dus al deze assignment axioma, regel sequentiële compositie, if then else, ook de consequence regel, kun je eenvoudig inzien dat dat waar is in totale correctheid. Dus al die regels, die kunnen we gewoon zo overnemen. Er is geen enkele reden om daar een alternatief voor te verzinnen. Nou, het wordt natuurlijk een ander verhaal voor de while statement. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand, want het is de enige statement die aanleiding kan geven tot niet terminatie. Alle andere statements termineren. Zonder die while statement termineert elke statement. Dus dan moeten we, naast dat we de pre- en de postconditiespecificatie bewijzen, dus dat input-output gedrag, en dat deden we in partiële correctheidszin door middel van een invariant. Die invariant hier, dat is P.
En deze eerste premisse laat zien dat P een invariant is. Namelijk als P aan het begin geldt van de body van de loop en de boolean conditie geldt, dan geldt na afloop die invariant weer. Nou, als je deze twee andere premissen even wegdenkt, ja, dan had je gewoon de regel van partiële correctheid. Maar nu willen we ook bewijzen dat deze while statement termineert als je deze while statement executeert vanuit de begintoestand waarin de invariant waar is, al aan het begin. Hoe doen we dat? Nou, dat moet ik even rustig gaan uitleggen, want wat we hier doen, mathematisch heet dat, ik gooi het maar even in de groep, dat heet een well-founded argument. Wat je eigenlijk doet is je laat zien dat elke executie van de body van de loop een bepaalde grootheid, de waarde van een bepaalde variabele, doet afnemen. Dat laat je iedere keer zien. En de grootheid, de waarde hier, dat is deze term t. T is een integer variabele of een integer expressie. Het kan een simpele variabele zijn, maar het kan ook een willekeurige, complexe integer expressie zijn. Als x plus y maal z, weet ik veel wat. En wat we nu laten zien, wat, dat zegt deze premisse, dat elke executie van die body van die loop, die vermindert de waarde van die expressie. Dit heet ook wel de bound van de loop. Het stelt een bound aan het aantal keren dat je de body van de loop kunt executeren. En hoe drukken we door middel van zo'n pre-postconditie specificatie uit dat de waarde van die term inderdaad daalt, kleiner wordt? Dat kunnen we doen door de introductie van zo'n logische variabele. Als we van tevoren weten dat de waarde voor de executie van S gelijk is aan Z, en Z is een variabele die niet in mijn statement voorkomt, dan weet ik dus dat na afloop van die statement S de waarde van Z de oude waarde is van T. Want Z verandert niet, en als ik weet aan het begin is de waarde van Z gelijk aan T, dan weet ik aan het eind dat Z staat voor de oude waarde van T. En dan kan ik dus simpel uitdrukken dat T gedaald is, minder is geworden, door gewoon te eisen dat na afloop geldt T kleiner dan Z. Dus wat ik nu laat zien is niet alleen dat P invariant is, maar als P geldt en die boolean geldt, en wederom, of niet wederom, en additioneel geldt dat de bound gelijk is aan z, dus ik vries de huidige waarde van de bound, dan moet de bound afgenomen zijn. Dus hiermee laat ik zien dat iedere keer, elke executie van de body, ervoor zorgt dat de waarde van die bound t, dat die afneemt. Maar t kan een integer variabele zijn. Hij zou in principe gewoon door het plafond kunnen zakken, zeg maar door de bodem, door nul en negatief worden. Ja, en dan heb ik dus geen bound, want dan kan mijn while statement oneindig vaak uitgevoerd worden. Dus ik moet wel eisen, nog additioneel, dat de invariant impliceert dat mijn bound altijd groter of gelijk aan nul is. Dus iedere keer iedere keer als die invariant geldt, weet ik dat die bound in ieder geval positief is. Nou, en deze drie premissen samen garanderen mij dat deze while statement inderdaad termineert. Intuïtief kun je dat zo inzien. Dat is nog wel even interessant om te kijken, om nog even nader onder de loep te nemen, want we moeten ons nou overtuigen dat als deze drie premissen waar zijn, ook in totale correctheidszin, dat deze conclusie waar is in totale correctheidszin. Dus als we de while statement uitvoeren in een begintoestand waarin P, dan moeten we ons overtuigen dat deze while statement dan ook termineert. En dat dan na afloop ook de boolean guard, de negatie daarvan geldt, oké, dat krijgen we natuurlijk cadeau. Nou, nu zijn er twee mogelijkheden die we mee moeten nemen. Want wat betekent dat?
dat deze bijlstatement niet termineert. Er zijn twee scenario's. Ofwel, na een eindig aantal keren executeren van de body van de loop, duiken we in de body van de loop, waar de body van de loop zelf niet termineert. Dat is één mogelijke scenario waarop deze while statement niet kan termineren. Het andere scenario is dat we oneindig vaak de body van de loop uitvoeren. Dus iedere keer termineert de body van de loop wel netjes, maar we blijven die boolean card die blijft voortdurend waar. Dus we blijven die body van de loop, de body van de loop oneindig vaak uitvoeren. Nou, we kunnen nou inzien dat het eerste scenario, hè, dat we de while statement uitvoeren en na een eindig aantal keren gaan we de body uitvoeren en dat leidt tot een oneindige berekening, dat wordt uitgesloten door de eerste premisse. Waarom? Omdat we weten dat P invariant is, dus we weten iedere keer dat na afloop weer P geldt. En nu maken we gebruik van het feit dat dit ook in totale correctheidszin. Deze premisse moeten we ook opvatten in totale correctheidszin. Want bijvoorbeeld deze statement S kan zelf weer een while statement bevatten. Dus ook voor dit zou je weer in principe een nieuw terminatieargument moeten gebruiken. Dus omdat we dit ook interpreteren als totale correctheid, is het dus niet mogelijk dat we na een eindig aantal keren S uitvoeren, we een niet terminerende executie krijgen van de body van de loop. Dat is niet mogelijk op basis van deze premisse. Nou, dus we hebben nog de andere scenario, dat we oneindig vaak die body van de loop blijven uitvoeren. Nou, dat wordt uitgesloten door deze twee premisses. Want we weten iedere keer, als P waar is, dat dan de waarde van deze bound, noem deze expressie T de bound, dat die iedere keer afneemt. Nou ja, dat kan niet oneindig voor gebeuren, want hij heeft deze T die heeft initiële waarde, zeg 10.000. Maar iedere keer neemt hij af. Dus 10.000, en dan 900, dan 700, 600, enzovoort. Tot. En iedere keer, na executie van de body van de loop, geldt P weer. Dan kan je dus niet door blijven gaan, want P eist ook dat T iedere keer groter of gelijk aan 0 moet zijn. En daarmee heb je dus afgedwongen dat het niet mogelijk is om die body van de loop oneindig vaak uit te voeren. Want dat is in tegenspraak met deze twee premissen. Dat is een goede om nog op te merken, Frank. Dat die bound hoeft niet per se aan te geven hoe vaak die loop wordt uitgevoerd. Nee, het is het is een upper bound, maar inderdaad, je bent flexibel. Je zou ook kunnen zeggen dat het precies het aantal keren is. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want het aantal keren dat je de body, de aantal keren dat je die while statement uitvoert, dat hangt natuurlijk af van de beginwaarde van de programmavariabelen. Dus je kunt niet een vast aantal geven, want dat zou dan een vast aantal moeten zijn voor een willekeurig begintoestand. Want zo meteen, we zullen ook voorbeelden zien, die integer, deze bound expressie, die kun je uitdrukken in termen van de variabelen. En daarmee is dus die bound zelf ook variabel. Daar hebben we ook wel direct een voorbeeld van. Maar het is het meest simpele voorbeeld van totale correctheidsbewijs. We nemen dus weer die while statement, die stelt zolang x ongelijk aan 0 is, verlagen we hem. We hebben hem al gezien en de preconditie x groter of gelijk aan 0. Dus intuïtief weten we dat dit ding termineert en nu laten we ook zien hoe we dat formeel kunnen bewijzen. Dus wat is de eerste kwestie nu? Wat is de bound? We moeten een bound vinden ten eerste en we moeten een invariant vinden. Voorheen hoefden we alleen een invariant te vinden die inderdaad invariant is en die geïmpliceerd wordt door de preconditie en die de postconditie impliceert. Maar nu moeten we additioneel ook een bound vinden. Nou, nu komen we op die opmerking van Hans
uit van, ja, wat is die bound? Wat geeft het een bound voor het aantal keren uitvoeren van de body van de loop? Ja, dat is x natuurlijk. Het aantal keren dat je deze body uitvoert is precies de waarde van x. Maar het zou bijvoorbeeld ook 2x kunnen zijn. Maar je zou ook als bound 2x kunnen nemen, inderdaad. Of weet ik veel wat. Ja. Of 3x plus 5. Dat zou allemaal kunnen. Maar ja, je gaat natuurlijk op zoek naar het meest eenvoudige. En in dit geval is het ook de meest precieze. Maar dat is trouwens niet altijd zo. Het meest eenvoudige wil nog niet altijd zeggen. Of dat de meest precieze is niet altijd noodzakelijk de meest eenvoudige. In dit geval inderdaad wel. Dus we nemen voor t de bound expressie, de variabele x zelf. Dan is de vraag, wat nemen we als invariant? Dus we moeten een invariant vinden, ja, die geïmpliceerd wordt door de preconditie en die de postconditie moet impliceren. Nou, dit is simpel. Oké, dat moeten we nog even bekijken, maar we moeten tevens een invariant hebben die afdwingt dat x groter of gelijk aan 0 is. Nou ja, dat ligt letterlijk, zou ik zeggen, voor het oprapen. Dan neem je gewoon die preconditie zelf. Die voldoet als, die kun je gebruiken als invariant. Nou, laten we eens kijken wat nu de bewijsverplichtingen zijn. Nou, dit is de eerste bewijsverplichting die laat zien dat x groter of gelijk aan 0 een invariant is. Want je neemt aan dat je aan het begin geldt van de body van de loop. Je gaat de body van de loop alleen in als x groter of gelijk aan 0 is. En dan moet je dus laten zien dat dan weer x groter of gelijk aan 0 is. Nou, dat kun je eenvoudig bewijzen met behulp van de assignment axioma en de consequence regel. Dan is dit de bewijsverplichting die laat zien dat je de body van de loop niet oneindig vaak kunt uitvoeren, namelijk door te laten zien dat die boundvariabele afneemt. Dus we nemen weer de invariant, we nemen weer de boolean conditie van de while statement en we nemen de bound expressie, dat is x, en we bevriezen zijn initiële waarde door middel van deze variabele z, die niet in het programma voorkomt. En dan kunnen we dus uitdrukken dat de x afgenomen is door simpel in de postconditie te stellen dat x kleiner is dan z. Nou, ook dit wederom kun je eenvoudig bewijzen met de assignment axioma en de consequence regel. Dat laat ik even over, dat zou je tijdens het werkcollege kunnen uitvogelen. Nou ja, dit is dan de triviale, hè? Wat is dit? Dit is laten zien dat de invariant inderdaad impliceert dat de bound altijd groter of gelijk aan 0 is. Nou, dat is een simpele tautologie. Een simpel voorbeeld. En je ziet ook dat het inderdaad simpel te bewijzen is. Ja? Dus dat is mooi. Ja? Dat we daar niet al te moeilijk over hoeven te doen. Zullen we even pauzeren?